VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en Vervoerscollege Venlo. Ook in 2020 zijn we er iedere donderdag in aanloop naar de komende speelronde in de Eredivisie. Met deze week uiteraard een vooruitblik op VVV-PSV met de kersverse hoofdtrainer Hans de Koning. PSV is gewoon een ploeg waar wij gewoon aan de gang moeten. En zorgen dat we een hele goede dag hebben en dat hun hier niet met een goed gevoel weggaan. Want dat moet je ook uit durven spreken met elkaar, vind ik. Straks meer over VVV-PSV. Je ziet een nieuwe koffiecorner. Maurice Graaf over de samenwerking tussen VVV en Kern Gezond. Maar eerst terug naar de trainer. Hoe waren zijn eerste dagen in Venlose dienst? Bevalt me hartstikke goed. Ik leer ook iedereen zo langzaam een beetje kennen. Dat is ook wel belangrijk. Ja, en uiteindelijk met de staf hebben we daar natuurlijk met elkaar altijd wel dezelfde ideeën hoe we het graag aan willen pakken met elkaar. En dat is wel prettig om te werken. Het trainingskamp was goed, alleen we hadden onderweg wat jongens die ziek waren geworden. En dat is dan wel jammer, want dan hadden we vrijdag natuurlijk een wedstrijd tegen Kortrijk. En dan hadden die jongens ook graag willen zien spelen, maar oké, dat was niet anders. Dus nou zorgen dat we iedereen weer fit hebben voor aanstaande zondag naar PSV. Naast de zieke en geblesseerde spelers moest de Koning het ook nog steeds doen zonder de nieuwe spits Oussama Darfalou. Pas na de dinsdagtraining kwam zijn tewerkstellingsvergunning rond. Nou, hij heeft natuurlijk wel door kunnen trainen bij Vitesse. Dus dat is prima. Nou, we zitten vandaag toch nog in wat voorbereidende fase. Gisteren heb ik het tweede gespeeld natuurlijk. Dus je zit dan ook weer in een herstelfase. Maar we hopen hem vanaf morgen erbij te hebben. Want dan hebben we gewoon 4 dagen naar PSV toe. Het is wel een jongen die we natuurlijk op ons netvlies kennen van Vitesse. Hè, dus daarin heb je geen twijfels. Maar het is altijd wel lekker als hij een beetje kan wennen, ook aan de jongens. Ja, een open deur misschien wel, maar waarom een nieuwe spits? Ja, 70 keer gescoord. Dus we willen graag jongen die doelpunten maken en iets andere kwaliteiten kent als Elia. Hè? Want zo is het ook, hè? Want die zijn technisch vaardig. Ja, maar als we wat verder van de goal komen te spelen, en dat is ook het idee natuurlijk, ja, dan heb je ook wat mensen die wat snelheid kennen en wat makkelijker weglopen achter de laatste lijn. En ja, daar denken we dat we met Darfalou dat we iemand hebben die dat kan. Mis je verder nog iets in deze selectie? Nou, we hebben wel een volwassen selectie, jongens die allemaal graag willen. Hè, want dat is het vereiste, jongens die echt aan de gang gaan. Dat merk ik ook in de trainingspartijtjes of wat we ook doen, positie spelen. Ze zijn allemaal hartstikke gretig. Dus uiteindelijk altijd als er ergens wat kan waar je echt op beter kan worden, moet je het doen. Maar je moet niet halen om de groep groter te maken in de selectie. Want dan krijg je alleen maar onrust en dat moet je niet willen. Hè. Want we hebben wel allemaal jongens nodig die alles maar één doel hebben. En dat is in het belang van VVV denkend. Dus als je wat haalt. Nog, dan moet het wel zo zijn dat hij ook in de groep past. Maar clubleiding heeft wel uitgesproken, centrale verdediger zou wel welkom zijn. Ja, maar je wil altijd daar ergens in versterken. Hè? Want nu zag je van de week ook, hè? Dan was Steffen of Niels werd ziek. Steffen die was maandag weer ziek. Dus je moet altijd wel een jongens hebben die dat je zegt van ik heb een backup. En dus daarin, als je daarin kan versterken, dan moet je dat niet laten. Maar het moet wel beter zijn dan wat je hebt. Ja, en aan de andere kant inderdaad, je zei het net al eventjes, de groep moet niet te groot worden. De portemonnee is niet heel dik, dus ze zullen toch ook eerst jongens weg moeten, zeg ik dat goed? Ja, maar oké, daar is Stan al druk mee bezig volgens mij. Dat hebben iedereen ook kunnen lezen. We weten ook welke jongens dat zijn. Maar oké, weet je, het moet ook zo zijn dat dat voor de jongens goed is. En we hopen ook dat gaat lukken, want dat is voor iedereen is dat het beste lijkt mij. De club wil dus meewerken aan een vertrek van een aantal spelers dat dit seizoen nog maar weinig in actie kwam, zoals Tristan Dekker, Damien van Brugge en Samuel Scheiman. Met of zonder nieuwe spelers, Hans de Koning heeft vertrouwen in de komende maanden. Nou, één dat we dan denk ik een selectie hebben die echt waardig is om in de Eredivisie te blijven spelen, hè? Want dat is de uitdaging. Een beetje mazzel hebben, hè, want dat dwing je ook af. En wat meer goals maken. En ik moet zeggen, als je ziet hoe jij dat ingepakt hebt met die 5 wedstrijden. Hè, dan zitten AZ en Vitesse erbij, dan kan je verliezen van.
Ja, en dan is het zonde dat je Zwolle niet een puntje pakt, want anders had je het gewoon hartstikke goed gedaan. En het zit steeds dicht bij elkaar. En daar moet je vertrouwen in, ja, in uit blijven spreken met elkaar. Maar dat begint zondag al, hè? Want iedereen vindt allemaal wel van, ja, PSV en dit. Maar PSV is gewoon een ploeg waar wij gewoon aan de gang moeten. En zorgen dat we een hele goede dag hebben en dat hun hier niet met een goed gevoel weggaan. Want dat moet je ook uit durven spreken met elkaar, vind ik. Een nieuw onderdeel de komende weken in VVV TV is FC Kerngezond. Dat we maken in samenwerking met Kerngezond TV van niemand minder dan clubicoon Maurice Graaf. Ja, we gaan met de spelers van het eerste elftal van VVV gaan we de FC Kerngezond doen. Dat betekent ze gaan heel gezond doen door zelf hun eigen favoriete smoothie te fietsen. Die kiezen ze zelf, die fietsen ze zelf hier op deze fiets. Dan stel ik ze een aantal algemene vragen. Favoriete topsporter, huis hier, noem maar op. En dan hebben ze daarna 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk goede antwoorden te geven op sportvragen. En dan maken we dan een mooie ranglijst van. En dat komt dan in VVV TV, dan komt in Kerngezond TV. Dus dat wordt ontzettend leuk. Maurice Graaf zet zich met Kerngezond sinds 2012 in voor een gezonde leefstijl onder diverse doelgroepen. Sinds eind vorig jaar is er een samenwerking met de VVV Foundation, de maatschappelijke tak van VVV. Ja, Kerngezond wil kinderen en andere kwetsbare doelgroepen ook vooral inspireren naar een gezondere leefstijl. We hebben drie pijlers: gezond bewegen, gezonde voeding, gezond gedrag. En met die drie pijlers willen we dus die kinderen, zonder dat we ze zeggen wat ze moeten doen, maar juist met topsporters, met tv, met leuke activiteiten, willen we ze de stappen laten zetten naar een gezondere leefstijl. Kijk, en als hier een speler van VVV zegt, die smoothie, die vind ik heel lekker, die is gezond en die gebruik ik voor iedere wedstrijd, omdat ik daar kracht uit krijg, weet ik zeker dat er een aantal spelers, een aantal kinderen zijn, moet ik zeggen, die dat gaan nabootsen. En daar doen we het voor. Vanaf volgende week stapt dus wekelijks een VVV-speler op de smoothiefiets en gaan ze de strijd met elkaar aan in FC Kerngezond. Ja, het was best lachen, want ondanks dat het allemaal sporters zijn, topsporters, zijn ze niet allemaal thuis in de topsport. Dus soms is het moeilijk om een goed antwoord te geven. En ik heb mezelf op het Duits en het Engels ook moeten begeven. En ja, dat is waar ook very moeilijk. VVV hervat zondag de competitie tegen PSV, dat net als de Venlonaren een aantal roerige weken achter de rug heeft. Kwaliteit blijft altijd, hè? Want zo is het. Hè? Want je ziet ook, er staan ook weer jonge jongens op die goed zijn. Maar het gaat er dus om, geef je het vertrouwen aan hen terug of zorg je dat het wat minder blijft. En hun hebben ook de winterstop gehad, ze hebben een andere trainer. Dus ja, weet je, het zal zondag gewoon een wedstrijd zijn waar wij alles aan moeten doen om de punten in huis te houden. En dat hebben we met z'n allen hebben we daar vertrouwen in, daar gaan we ook hard aan werken. Vorig seizoen was VVV al dicht bij een stunt tegen PSV, mede dankzij de man die zondag waarschijnlijk in het andere doel staat. Angelinho doorgelopen, terugleggen, Oederstaal ligt daar in de weg. Lozano, Angelinho, het is een grote kans voor PSV met een redding van Oederstaal. Lozano is er nu vandoor, die heeft Bergwijn als steun. Grote kans voor Bergwijn, stiftje, maar weer Oederstaal. De Jong de lucht in. En Oederstaal die zich even moet strekken op die koppel van de topscorer van PSV. Nog altijd Lozano, Lozano doet het! Een puntertje! Weer een late goal voor PSV. Hoofdmanager voetbal Stan Valks en oud-PSV'er sprak deze week het vertrouwen uit zondag te kunnen verrassen. Met welke spelers is nog even de vraag. Echt grote problemen kent de koning niet. Dinsdag trainde alleen Danny Post nog apart van de groep. Het laatste woord is aan de trainer. Dat wij één zorgen dat we de mensen, zeker de 12e man achter ons hebben. Hè, want dat is belangrijk. Dat we heel veel weerstand kunnen geven. Dat we de momenten krijgen dat we daar ook een goal in kunnen maken. Hè, want dat is het allerbelangrijkste. Ja, en zorgen dat we als groep geweldig staan. Met elkaar, over elkaar helpen. Dat je helemaal met snot voor de ogen naar binnen gaat als het afgelopen is. En dat de mensen tevreden zijn. En dat we aan het eind van de rit met een goed gevoel het resultaat kunnen kijken hoe dat eruit ziet. VVV PSV begint zondag om 11:15. De wedstrijd is uiteraard live te volgen via Omroep Venlo Radio. Hier tot besluit een nieuwe koffiecorner.
Zijn we weer? Ja, dachten de mensen dat ze van ons af waren. Helaas, helaas. Ook in het nieuwe jaar zijn we er natuurlijk weer met de koffiekoning. Iedere donderdag om 12 uur heb je fijne vrije weken gehad, ja, Lucas. Maar genoten. Is, ja, maar niet van de sport, want er is weinig, hè? Ik heb natuurlijk, we hebben het sportgala mogen presenteren. Sportman van het jaar was die jonge Warmerdam schaker. Ja, wij kijken naar het schaken. Ja, wat denk je? Vloek van de koffiekoning. Verliezen. Ja, direct alles verloren. Maar waar ik wel van genoten heb, en ik heb een hekel aan schaatsen. Schaatsen is een beetje net als Armeens olieworstelen. Daar zit eigenlijk niemand op te wachten buiten Armenië. En ik heb gekeken naar één afstand. Die afstand waar Jutta leert dan maar mee. Ja, en ze won ook nog, hè? Kusjes geven en zo. En die staan Jutta. Haar los. Zo fijn rijden. Voor Jutta kijk ik graag naar het schaatsen. Ik deed Jutta maar in de 10 kilometer ja, mee. Ja, zou je dat fijn vinden? Ja, was jij 30 minuten was naar jij trainer geworden? Hè? Zo had je er dan achter gestaan. Met de transfers, hè? Ja, goed. Maar eentje hebben we er al. Dag Falou. Ja. Sama Dag Falou. Hij mag nog niet meetrainen. Althans, het is nu dinsdag als we dit programma opnemen. Misschien is dat nieuws donderdag al achterhaald. Mag hij wel meetrainen. Dat maakt mij niet zoveel uit als hij zondag maar kan spelen. Ja, ik denk dat je wel een goed spitsje aan haalt. Hè? Ja. Bij Vitesse kwam hij natuurlijk niet meer aan de bak. Maar nee. Ja, goed, die hebben daar ook wel wat meer spelers van. 80 man op de rol staan volgens mij. Maar die kan je er prima bij hebben. Topscorer geweest van Tunesië, Algerije. Doelpunten die hebben we wel nodig. Ja, we hebben de minste gescoord. We hebben minder doelpunten dan wedstrijden. Als we dat dan de Funs Pollux Index gaan noemen. Dus we gaan nu niet meer naar punten per wedstrijd kijken, maar we gaan naar doelpunten per wedstrijd kijken. We hebben er 18 gespeeld, we hebben er 17 gemaakt. Dat is veel te weinig. Minste doelpunten voor, meeste doelpunten tegen. Dan heb je dus niet alleen een spitsje nodig. Maar moet je ook iets aan de verdediging gaan doen. Dat sowieso. En dat gaan ze nu ook doen. Ja, want hij schijnt nu nog te komen. En ook dit is weer onder voorbehoud. Misschien is het donderdag al bekend. De jongste speler die ooit zijn debuut maakte voor West Ham United. Ja. 16 jaar en 172, 173 dagen of zo. Super talent. Reece Oxford. Die moet het gaan doen. Ja, waarbij de BBC-commentatoren toen zeiden, toen hij het veld afging na zijn eerste 60 minuten in het shirt van West Ham. A legend is born, omdat hij toen meneer Özil van Arsenal volledig uit het wedstrijdje speelde. Dat is er niet helemaal uitgekomen. Periode bij Gladbach gehad, nu bij Augsburg. Maar ook daarvan denk ik, pardon me zeg, hij altijd captain geweest van Engeland onder 17, onder 19. Die jongen die kan gewoon prima voetballen. Ik ben alleen benieuwd, is hij fit genoeg en heeft hij genoeg vertrouwen? Maar ja, goed, hè, je hebt het over vertrouwen en daar gaat het al lang over. Jij heeft zijn vertrouwen gegeven. Dat zag je in de wedstrijden onder Jij. En nu onder Hansi de Koning. Ik denk dat dat wel iemand is die spelers vertrouwen kan geven. Ja, dat natuurlijk wel. Maar het is er natuurlijk niet zo dat Hans de Koning in één keer hier komt, dat die spelers in één keer 30-40% beter worden. Nee. Kijk, als je daarvoor niet kon voetballen, dan kun je dat ook onder Hans de Koning niet. Ja, maar als je daarvoor al bij VVV in het vorige seizoen voetbalde en het toen wel kon, dan denk ik dus serieus dat het met vertrouwen te maken heeft. Zeker. En laten we hopen dat dat in de tweede seizoenshelft dan goed komt. Ja. En dat heeft vooral, dadelijk die wedstrijd tegen PSV, kun je eigenlijk alleen maar winnen. Ook al verlies je hem. Dat bedoel ik. Je kunt alleen maar zelfvertrouwen gaan tanken. Ja. Tenzij je eraf gaat met 5-0, maar dat verwacht ik ook niet. PSV is natuurlijk ook niet een ploeg die lekker in zijn vel zit. Die moeten bijna jong PSV op gaan stellen. Dus ik zie wie daar allemaal ziek, zwanger, misselijk of weet ik wat is. Dat gaat niet goed daar bij PSV, hoor. Dus ik denk tegen PSV, een kansje geef ik ons eigenlijk niet. Daarvoor heeft PSV gewoon te veel kwaliteit. Ja. Maar misschien hebben we toch gewoon een kansje. Jij hebt een bolletje gehouden, hè? Ik heb het aan de polletje gehouden met de vraag, hebben we er een beetje vertrouwen in de tweede seizoentje? Of gaan we onder of boven die degradatiestreep en ik vind in eerste instantie dat je het erover moet hebben, onder of boven welke streep ga je? Bedoel, er vliegen er twee rechtstreeks uit. Ik wil niet het eerste team zijn in de Nederlandse voetbalgeschiedenis die onder de nieuwe regels rechtstreeks degradeert omdat die 17e wordt. Dat wil ik niet. Nee, dus, maar goed, onder de streep. Veilig, niet veilig. En ik moet zeggen, de supporters van VVV hebben er gewoon vertrouwen in. Ja. Maar wat het ook gaat worden dit seizoen, maandagavond was ik bij de Wouwster. De Ruud Stikkelbroek deed daar weer de box. Eentje is me blijven hangen. Het was een versje van Ruud Stikkelbroekje. Dus met VVV ga je het kutten, weer een muur van het geschutter. Maar één ding is wel mooi. Met Roda ga je het mag kutter. Kijk. En dan is het seizoen toch al goed, hè? Is het seizoen al goed. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sikon Logistics, Keulen Automateriaal en Vervoerscollege Venlo.